Voor Carmen het teken om nu echt in paniek te raken. Ik zei toch dat mijn borst zo warm aanvoelde, roept ze met overslaande stem. Ik wist dat het niet goed was, verdomme! Goudmijn, een schat aan waar gebeurde verhalen. Hij moest eens weten, die schildpad, hè? Wat er allemaal gebeurd is door zijn toedoen. Dick de Bruin woonde de afgelopen 3 jaar op Aruba, gestationeerd op het eiland als marineman. In zijn vrije tijd werkt hij aan een bijzonder duikproject en tijdens een van zijn duiken verliest hij zijn onderwatercamera. Ik was lid van een duikteam, duikteam SS Oranjestad. Het is 11 november 2009 als Dick, samen met zijn duikbuddy Twan, bezig is een anker uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Om de beurt zagen ze een dikke ketting door. De missie wordt vastgelegd door Dick met zijn onderwatercamera. Tijdens het wisselen, nadat ik hem had gefilmd, had ik hem dus van de zekering afgehaald. En had ik de camera even de strap om mijn arm gedaan. En dan ging ik zelf zagen, nadat ik klaar was met zagen. Ging hij het weer overnemen. Ik haal mijn armen weg en die camera vloekt van mijn arm af. En die camera had toevallig een positief drijfvermogen. Dus en die ging gaat omhoog? Ja. En ik kon er niet achteraan, want hij ging te snel omhoog. Want je weet, als je zo lang onder water zit, dan bouw je een grote hoeveelheid stikstof op. Dus dat je niet direct naar boven kan zo snel. Dus we hebben hem laten gaan. Nou, eenmaal boven gekomen, grapte mijn duikbuddy Twan, die grapte nog van, nou Dick, die camera die komt echt wel weer terecht bij jou, want die zal wel aanspoelen in Panama of Costa Rica. En hij zat er niet ver naast. De camera van Dick maakt een lange, lange reis. In 6 maanden drijft het toestel maar liefst 1700 kilometer van Aruba naar Key West, Florida. Daar spoelt hij aan. En wordt hij gevonden door Paul Schultz. De vinder van de camera is een crime investigator van de US Coast Guard. Die heeft de camera gevonden aan de buitenkant van een haventje in Key West. Ja, hij zag die camera liggen in de branding. En hij dacht van, hé, wat is dat? Dus hij heeft de camera uit zee gehaald. Die was helemaal begroeid met zeepokken. De vinder, Paul, ontdekt dat de memory stick met foto's en filmpjes erop nog helemaal intact is. De beelden die hij ziet maken hem nieuwsgierig en hij besluit op zoek te gaan naar de eigenaar. Hoe moet ik me dan voorstellen, iemand heeft de camera gevonden en hoe is die gaan zoeken? Hij heeft dus op de internetforums heeft hij het geplaatst en zo is hij met hulp van honderden internetgebruikers is hij erachter gekomen dat het op Aruba moest zijn. Ontdekken dat het om Aruba ging was niet makkelijk, maar Paul gaat door met zijn zoektocht. Hij plaatst een oproep op de site scubaboard.com. Wie oh wie kan me helpen de eigenaar van een aangespoelde camera te vinden? De reacties zijn overweldigend. Honderden internetbezoekers storten zich op een gezamenlijke speurtocht. Sommigen gaan zelf ook op zoek. Zo speurt iemand via Google Earth de kustlijnen in het Caribisch gebied af. Op zoek naar de blauwe koepels op deze foto. En toen zijn ze erachter gekomen dat het een of ander casino was. En dan wisten ze precies ook de plek waar we stonden op het eiland. Als er een foto gemaakt wordt of gefilmd wordt met een digitale camera, staat gewoon een datum bij en een tijd. Mijn dochter Kaylen staat naar een vliegtuig te wijzen. Heeft hij ingezoomd op de staart van het vliegtuig en het nummer getraceerd en gebeld naar de maatschappij. Nou, welk vliegtuig van jullie was op die datum, op die plek? Nou, dan wisten ze, het was Aruba. Ja, ongelooflijk. Eind mei, toen werd ik gebeld op mijn werk door mijn vrouw, Mandy. En zij vertelde me dat er iets heel raars gebeurd was. Nou, weet je nog dat je in november een camera had verloren onder water? Ik zeg, ja, dat is wel heel lang geleden. Maar hij is weer terecht. Ik zeg, nee, dat meen je niet.
Pauls zoektocht wordt uiteindelijk opgelost door een vrouw die Dick's zoon op een van de foto's herkent. Nou ja, opgelost. Vinder Paul heeft nog wel vragen over raadselachtige filmbeelden op de camera. Het laatste filmpje op de camera was niet van jou. Nee, dat was een verrassing voor hem. Want hij dacht echt dat hij de laatste minuten van een duiker zag die aan het vechten was voor zijn leven. Dat dacht hij? Dat dacht hij, serieus. Want die camera ging vreselijk heen en weer. Toen ging hij eens even goed kijken. Toen zag hij, potverdorie, ik zie een schildpad. Dat kan bijna niet waar zijn, maar hij zag het echt. Het is ongelooflijk. De camera is verloren op 11 november 2009. En de camera is aangezet door de schildpad op 15 januari 2010. Aan de hand van berekeningen is het waarschijnlijk gebeurd voor de kust van Honduras. Dus die schildpad heeft per ongeluk knopjes ingedrukt en is gaan filmen? Die is gaan filmen, ja. Je kan het niet verzinnen, zoiets. Het is... het knappe is, dat hij nou één knopje indrukt, oké. Nou, dat hij hem aanzet. Maar dat hij dan ook nog eens het tweede knopje indrukt. En het is een hendeltje wat hij overhaalt. Waardoor hij dus de camera aanzet en begint te filmen. En dat er ook nog toevallig die strap om zijn poot zit, dat de camera bij hem blijft. Nou, dat beeld gaat ontzettend heen en weer. Het gaat alle kanten op. En je hoort de camera steeds tegen het schild van die schildpad aanbonken. Op een gegeven moment, na 5 minuten, is je schildpad het zat. En de strep is van zijn poot afgegaan en weggegleden. En de camera is toen op zijn rug gedraaid. En die heeft de hemel gefilmd, 15 minuten lang, totdat de batterij leeg was. En de camera dreef rustig verder naar Florida, waar die uit het water werd gevist door Paul. Je hebt hem inmiddels ook ontmoet, begrijp ik. Ja, ik ben, we hadden een vakantie gepland naar Florida. Dat was al lang geboekt. En toevallig spoelt die camera aan in Florida. Dus ik denk, ik maak een side-trip naar Key West vanuit Miami. En ik zoek hem op. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. But for some reason, I don't know why, maybe the winds were blowing right that day, but it blew in this way. Dus je hebt je camera persoonlijk opgehaald bij hem? Nou, dat is dus niet gebeurd. Want dat weet jij denk ik nog niet, maar die camera is weer weg. Weer weg? Ja, Paul Schultz heeft de camera opgestuurd via de post naar Aruba. En dat was voordat ik besloot om naar hem toe te gaan, dus anders had hij hem persoonlijk aan mij kunnen geven. Maar die camera was al in de post weg. En die camera is weer verdwenen. Nee. Ja, echt waar. In de post kwijtgeraakt. Hij is weg. En de schildpad? Die is inmiddels wereldberoemd. Op YouTube keken meer dan 2,5 miljoen mensen naar zijn zwemtocht. Nieuwsgierig geworden naar het hele filmpje? Ga dan naar onze internetsite op kro.nl. Ik ben heel blij dat Kluun het boek heeft geschreven en ik ben heel blij dat ik het heb gekocht. Suzanne Buurman is aan het inpakken om Nederland voorgoed achter zich te laten. 4 jaar geleden emigreerde ze ook al naar Finland, maar dat liep anders dan ze had gewild. 4 jaar geleden was ik eigenlijk op het punt aangekomen in mijn leven dat ik dacht, ik wil iets anders. Mijn ouders zijn een aantal jaar geleden overleden. Ik was een beetje klaar met allerlei dingen, met het politieke klimaat. Ik vind het heel druk en heel agressief. En mijn relatie was na 15 jaar ten einde gekomen. Dus het kwam eigenlijk allemaal bij elkaar. Ik vond het gewoon een goed moment om te zeggen van oké, nu ga ik en ik zie wel. Dus ik heb mijn spullen gepakt en mijn 2 katten en we zijn in het vliegtuig naar Helsinki gestapt. Ik heb dus heel veel spullen in de opslag achtergelaten, iets van 30 dozen of zo. Die zitten voornamelijk vol met boeken. Ik had De Eeuw van Mijn Vader van Geert Mak meegenomen, omdat iedereen zei dat het een goed boek was. En Komt de Vrouw bij de Dokter van Kluun. Omdat ik, waarom, weet ik eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Want er waren meer boeken die ik nog niet had gelezen en dit was er eentje van. Kluuns boek verdwijnt in Helsinki, ongelezen in de boekenkast. Suzanne heeft het veel te druk met haar nieuwe leven. Ik kwam echt tot rust en dat had ik ook wel nodig. Ik had echt een behoorlijke hectische periode achter de rug. In Nederland en dat viel daar eigenlijk van me af. Het was in het begin een beetje te stil.
Maar dat was ook niet erg, want ik moest dat ook echt eventjes loslaten en afstand nemen van dingen. En gewoon ja, een nieuw begin maken. En dat heb ik ook echt gedaan. Het ging eigenlijk zo goed dat ik... ik had ja, een leuke groep vrienden, ik had genoeg werk, ik had een Fins vriendje ook al een tijdje. En ja, ik kreeg eigenlijk zo'n beetje het gevoel van dit gaat goed, daar gaat iets tussen komen. Zo makkelijk kan het niet gaan. Ik had het nog steeds niet gelezen en het stond in mijn boekenkast. En op een gegeven moment heb ik het eruit gehaald en voor mijn neus neergelegd. We gaan dat boek nou lezen. En ik durfde het ook gewoon niet, achteraf, denk ik. Tot ik op een gegeven moment, 8 juni, weet ik nog, vorig jaar, dacht van... nou, ik heb het niet zo druk. Laat ik maar eens beginnen in het boek. En dat veranderde dus gelijk mijn leven, kun je wel zeggen. Dat veranderde alles. Ook een ziekenhuis heeft zijn eigen rangorde. Wij zijn hier duidelijk nieuw. Wij zijn de toeristen van de wachtkamer. Wij horen er niet bij. Maar de kanker in Carmes borst denkt daar heel anders over. In het begin dacht ik een grappig boek, maar toen begon eigenlijk de hoofdpersoon, ik geloof dat ze Carmen heet, ook dat weet ik niet meer zeker, te vertellen van ja, ik heb een raar gevoel in mijn borst en dat heb ik wel vaker, maar deze keer voelt het anders. Carm, vertel nou even rustig wat ze hebben gezegd, zeg ik door de telefoon. Zorgvuldig het woord dokter vermijdend. Hij wist het zelf ook niet precies. Hij vond de tepel er vreemd uitzien. En zei dat hij het toch niet helemaal vertrouwde. Zeg ik. Een voor mijn doen buitensporig pessimistisch statement. Voor Carmen het teken om nu echt in paniek te raken. Ik zei toch dat mijn borst zo warm aanvoelde, roept ze met overslaande stem. Ik wist dat het niet goed was, verdomme. En toen gingen er in mijn hoofd een heleboel alarmbellen rinkelen. Want ik dacht, bij mij voelt het deze keer ook anders. Dus ik geloof dat ik nog net het hoofdstuk heb uitgelezen. Ik heb het boek dichtgegooid, dokter gebeld. Verteld wat er aan de hand was. En ik ben gelijk de andere dag kon ik daar terecht in het ziekenhuis. En het was ook anders. Ja, het was echt niet goed. Mijn ouders zijn een aantal jaar geleden overleden. Ik heb altijd het idee dat mijn moeder op de een of andere manier nog op me let. Ik weet niet of dat waar is, maar dat vind ik wel een geruststellende gedachte. Dus misschien dat zij op de een of andere manier mij naar dat boek heeft gestuurd. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar ja, ik was er zo op tijd bij dat ik bijna ga denken van wel. Ja. Ja. Dit moest gewoon gebeuren op de een of andere manier. Ja. Want ik had dus inderdaad, ik had borstkanker. En een week later ben ik geopereerd. Ja. Dus dat was een algehele mastectomie. De hele borst eraf. Ja. Ik heb mezelf nooit als kankerpatiënt gezien, omdat er echt maar 3 weken tussen de diagnose en de algehele opruiming, zal ik maar zeggen, zat. Tot een paar maanden geleden. Ik ben teruggekomen naar Nederland. Ik dacht dat dat goed was voor mezelf. Daar zat ik een beetje naast. Maar ik heb in ieder geval wel hier een reconstructieoperatie gehad. En in het Antonie Verleeuwenhoek ziekenhuis. Ja, daar is alles natuurlijk kanker. En toen kreeg ik ineens iets van, ja, maar shit, dat heb ik ook. Ja, ik vond het heel naar. Ik ben echt wel in een soort gat terechtgekomen. Ik denk dat dat ook een reden is dat ik zo graag hier weer weg wil. Want dat wil ik ook gewoon achter me laten. En ik wil er niet meer mee bezig zijn. Ik wil gewoon nu verder. Voordat Suzanne naar Finland vertrekt, wil ze schrijver Kluun ontmoeten. Om de nare periode in haar leven echt af te sluiten. Dag. Hoi. Suzanne. Hoi. Hallo. Leuk je te ontmoeten. Ja, zeker wel. Ja. Ga zitten, jongen. Ga zitten. Nou, een onalledaagse ontmoeting zo. Ja, het is goed. Een soort live versie van het boek. Want hoe lang is het nou geleden dat je dat boek oppakte? Vorig jaar. 8 juni heb ik het boek opgepakt. Ja, maandag. Dinsdag zat ik in het ziekenhuis. En 2 weken later ben ik in Nederland geopereerd. Ja. En heb je nou daarna wel het boek weer doorgelezen? Of,
Nee. Nee, dat dacht ik al niet. Nee. Nee, ik heb het dichtgeklapt. Het heeft nog een tijdje zo op mijn tafel gelegen. En toen dacht ik, ik gooi het weg. Ik weet hoe het afloopt. Het loopt niet goed af. Nee. Met mij gaat het wel goed aflopen, dus ik wil dit niet weten. Je hebt gelijk. Ik wens je alle geluk en gezondheid. Dank je wel. Ja, het is een afsluiting van het hele verhaal. Ja, een mooie afsluiting. En dan gaat dat boek ook dicht. En toen ben ik naar Finland. Ja. En ik kom niet meer terug. Heeft u ook een verhaal met een bijzondere afloop? Ga dan nu naar de website van Goudmijn op kro.nl. Ja, dat ik op een gegeven moment ook toch een keer een paar mooie stukken kan dirigeren met een mooi symfonieorkest. Dat is wel mijn droom. Tijdens een veiling je hand per toeval op precies het goede moment opsteken en voor een schijntje de inboedel van een gerenommeerd orkest opkopen die uiteindelijk zo'n beetje het 40-voudige waard blijkt te zijn. Wie droomt daar nou niet van? Dit is Hans Oosterwijk. Woont samen met Myrna, muziekleraar, speelt al zijn hele leven trombone, gepassioneerd dirigent. In de muziekvak is zo, als je dirigent bent bijvoorbeeld, dan deel je dat geluk met al die mensen die voor je zitten. Er zit gewoon niets tussen. En dat is, ja, dat is fantastisch. Dat is echt niet te benoemen, hoor. Dat moet je voelen, dat moet je doen. Hans en zijn vrouw Myrna bezoeken regelmatig kijkdagen van veilingen. Op een dag kwamen we weer op de kijkdagen. En toen zag ik tot mijn verbazing het hele Nederlands Promenadeorkest dat was verhuurd gegaan en werd daar geveild. De hele inboedel van het Nederlandse Promenade. Plus een hele bibliotheek. Nou, dat is niet te vullen, maar dat is gewoon... Alle partituren. Ja, dat is gewoon verbazing. Dus? Ja, dus ik liep erheen en ik zei tegen mevrouw, kijk nou dan, wat is er nu aan de hand hier? Het muziekhart van Hans gaat sneller kloppen, zeker als hij een set pauken ziet staan. Hij besluit erop te gaan bieden. En toen begon de veiling. En Richard Hessing, de veilingmeester, die zei van, dames en heren, nu beginnen we. Het promenadeorkest wordt geveild, het is failliet. Alle kavels worden losgeveild. Alle lessenaars, lampjes, pauken, slagwerk, alles los. Maar er is één ding en als alles geveild is, dan wordt alle losse veiling opgeteld bij elkaar. En dan gaat het voor het totaal. Als er niemand is die op het totaal gaat, dan mag iedereen zijn boeltje meenemen, want dan heeft iedereen zijn losse veiling. Dat is een rotstreek. Want ja, dat, ja, dan gaan die pauken aan mijn neus voorbij. Ja. Maar ja, toen maar, je moet meegaan met de bewering. Dus de zaak ging aan het rollen, de veiling ging bezig en nou, alles ging los. En de pauken kwamen, bingo, ik had een pauk voor €500. Maar dan heb je niets, want je moet minstens 2 pauken hebben, anders heb je geen pauken. En dus volgende... De pauk die erbij hoorde, bingo, €500. Dus uiteindelijk had ik de 3. Was alles geveild. En toen ging de veilingmeester bezig, samen met de notaris, optellen. En ik ging meetellen, want hij deed het hardop. En ik begon rustig te schrijven. Maar op een gegeven moment begon ik een beetje te bibberen, want dat was niet normaal meer. Want het totaalbedrag naderde een bedrag dat was gewoon niet reëel. Zo hoog? Nee, zo laag. Zo laag? Ja, dat was belachelijk. Daar klopte niets van. Het was echt onder de maat. Dus ik zat maar niet omdat iemand zich vergiste. Het was echt zo weinig. Dat was zo weinig. Zo weinig geboden. Ik zat echt te bibberen op mijn stoel. En hij noemde het bedrag. Het werd helemaal stil. En toen gaf Myrna in die stilte in één keer mee een tik. Nou, ik schrok en mijn kaartje ging omhoog. Plotseling ging het omhoog. Ja, en nou, toen was het zo in mijn hand verkocht. Ik kan het niet zo snel navertellen zoals die veilingmeester dat deed. Maar toen was het... toen keek ik om me heen, kaartje omhoog. Ik keek nog een keer. En toen was ik eigenaar van het hele spul van een promenadeorkest. Dus ja, dus, het is niet te filmen, maar... Maar eigenlijk, het klinkt bijna alsof je bij toeval... Het is dat je vrouw je een zetje gaf. Zij gaf me een zetje, ja. Een tik hoor. Het was geen zetje, maar het was echt een tik. Maar dat was, dat was een toevalsmoment. Pijnlijk stil. En in één keer, alsof er een bom afging, de hele zaal, die sprong in één keer omhoog. En ze sprongen allemaal bovenop me. Van, ik wil dat kopen, ik wil dat kopen. Dus ik dacht al een beetje, mensen doen zich een beetje kalm aan. Ik weet toch niet wat er gebeurd is.
Ik zei mensen, ja, sorry, ik heb het net. Ik ga het niet verkopen. Ik zei, ik ga een orkest beginnen. Ja, ik ben dirigent. Ja, hij hangt. Hij hangt komt al? Komt-ie, hoor. Oké. Wow, wat een gevaarte. Ja, en een paar dagen later, een aantal leerlingen hebben me meegeholpen. En we hebben de paardentrailer achter de auto gedaan. En ik geloof dat ik 15 keer heen en weer ben gereden naar huis. Voor ruim 16.000 euro kreeg Hans een grote trom, een kleine trom, twee contrabassen, slagwerk, een Chinese gong, stoelen, lessenaars, lampjes, 900 partituren. Nou ja, te veel om op te noemen. Hans verbouwt de hele boerderij zodat de kostbare spullen droog en veilig kunnen staan. Voor de partituren, het notenschrift van een muziekstuk, maakt hij een speciale kamer. Oh, dat zijn er wel heel veel, hè? Ja, dat zijn er overmatig veel, zou ik zeggen. Overmatig veel? Ja. En weet je hoeveel overmatig veel is? Nou, ik denk zo'n 900. Zo'n 900 partituren. Het is gewoon heel erg leuk, want bijvoorbeeld met de Nieuwjaarsdag heb je vanuit Wenen het orkest. En dan zitten Minna en ik op de bank en dan gaan ze spelen. En ze zeggen, gewoon die partituur uitpakken. En dan kan ik kijken van hoe de dirigentse opvatting is bij een wals van Strauss of zo. Ja, dat is gewoon te gek natuurlijk, hè. Je hebt alles gekocht? Alles bij elkaar, ja. Voor 16.500 ja, euro? Ja, inclusief de veilingkosten. Dus dat is dat echt een koopje, hè? Ja, dat is belachelijk. Ja, dat is weggegeven. Ik zeg wel eens tegen Menna van, het lijkt een beetje op Rusland waar ze de goede fabrieken hebben verkocht en later iemand ermee vandoor ging. Het klopt niet meer, hè, het verhaal financieel niet. 16.500 euro, wat noem eens iets wat in die verzameling zit waarvan je zegt dat kost al zoveel? Een opera van Verdi kost $2500. $2500. Nou, daar zitten etterlijke van in. Bijvoorbeeld, we hebben een prachtige bas, Bohemse bas, 125 jaar oud. Ja, die is bijna net zoveel waard. Als de hele verzameling? Ja, dus financieel klopt het gewoon niet. Want het is aan de ene kant een enorm cadeau en ja, een kostbare prachtige verzameling. Maar ook, denk ik, een hele verantwoordelijkheid. Ja. Ja, kijk, als wij niet hadden geboden, dan was het helemaal uiteengevallen. Ja. Hè? Dus dat is het andere verhaal. Ja. Dan waren alle losse elementen naar iedereen toegegaan. Dan was het niet meer geweest. Ja. En nu is alles nog bij elkaar. Die schat die wij hier in huis hebben, is wel enorm groot. En ik vind ook, er moeten leuke dingen, goede dingen mee gebeuren. Geen gelddingen, want dat is waardeloos. Dat heeft niks met kunst te maken. Daar moeten mensen bij komen die er muziek van maken. Want dat is muziek, hè. Het is niet het aantal bezoekers via de kassa, maar het gaat om wat eruit komt. En dat, volgens mij moet er dat mee gebeuren. Hans heeft nog geen eigen orkest, maar organiseert wel al concerten in zijn speciaal tot concertzaal verbouwde hooiberg. Als ik je er zo over zie vertellen, dan ga je ook helemaal stralen. En dan denk ik, het is echt een droom voor jou die is uitgekomen. Maar dan vraag ik me toch af, denk je nog wel eens aan die mensen van het promenadeorkest, bij wie we toch wel kunnen zeggen dat het droom uiteengespat is, toch? Ja, maar ja, een droom, ja, je moet er wel aan werken en ze zijn altijd welkom. Ik bedoel, ik heb nooit iets tegengehouden en er is hier altijd een open deur. De koffie staat klaar. Dus wat mij betreft, laat ze maar komen. Maar als ze hun partituren willen gebruiken? Of? Ja, nou, ze gaan hun gang maar. Ik bedoel, ik kan het nooit allemaal spelen. Dat staat voor een paar eeuwen muziek staat er. Dat kan ik allemaal niet verwerken. Als ze dat willen spelen, ja, ze zijn welkom. Voor meer mooie verhalen, luister zondagavond om 6 uur naar Goudmijn op Radio 2. Ben ik naar Finland. Ja. En ik kom niet meer terug.